Op 27 november vond het business event VNL plaats, de jaarlijkse verkiezing van de ondernemer van het jaar. Centraal stond waarderen van toonaangevend ondernemerschap en ontmoeten van collega-ondernemers. De presentatie deze avond was in handen van oud-nieuwslezer Gijs Wanders. Met 450 enthousiaste ondernemers was de zaal van theater De Lampengiet goed gevuld. Het absolute hoogtepunt van de avond, waar iedereen al weken op wachtte, was de uitreiking van de awards in drie verschillende categorieën. Een goed gevulde zaal en dat is een positief teken. Ondernemerschap leeft, zo te zien. En dat is belangrijk in deze economisch toch wel wat mindere tijden. Juist nu is het belangrijk om goed en gedurfd ondernemerschap te tonen. Daarom is deze avond ook zo waardevol en zijn de awards die worden uitgereikt heel belangrijk. Uitgereikt in de categorie Jonge Onderneming en ging naar het bedrijf JB Tech. Verschillende betrokkenen kwamen aan het woord, waaronder burgemeester Ties Elsenga. Hoe zou u de ondernemers in Veenendaal willen kwalificeren? Nou, er wordt wel eens gezegd dat Veenendaal is Rotterdam aan de grift. En als je daar zo over nadenkt, is dat eigenlijk wel heel erg leuk. Want het is hier dus gewoon poetsen, niet kletsen, maar gewoon doen. En dat werkt ook zo. Men trekt hard aan, niet overdreven. Men zegt, goed is normaal. En dat is eigenlijk een beetje de actie hier van laat zien wat je kunt. Niet overdrijven, maar wees bezig. Hoofdsponsor van het business event, omdat wij willen uitstralen dat wij de nummer 1 in de regio zijn. Alle ondernemers die op het podium komen zijn ook allemaal nummers 1 in hun vakgebied. En dat geldt van starter, MKB tot grootbedrijf. En daar staan wij ook als raadorganisatie voor. En dit staat wel in het teken van het ontmoeten en waarderen van ondernemers. Nou, het waarderen van ondernemers hebben we vanavond hier gedaan. Als je achter me kijkt, dan is de zaal helemaal leeg. Dus we gaan nu met name ontmoeten en proberen te netwerken het geluk van ondernemers met elkaar te delen en ook de innovativiteit en initiatieven met elkaar te bespreken, om het genot van een hapje en een drankje. Nee, we hadden het niet verwacht. Het klinkt heel cliché. Maar ja, wij dachten eerst ook, we wisten niet in welke categorie we zaten. We dachten, jonge ondernemers, omdat de design studio natuurlijk pas 5 jaar echt actief is. En toen we hoorden dat we dus bij de MKB zaten, toen dachten we van, nou, dat gaat het niet worden met Doornenbal die al 40 jaar in het vak zit. Dus we hadden het echt niet verwacht, nee. Nee. Ik vind het heel logisch dat de Rabobank zich hier aan verbindt. De Rabobank was van oorsprong een boerenleenbank, een bank van het platteland. Maar het is ook steeds meer een zakenbank geworden. En wie kun je nu beter in deze tijd ondersteunen dan ondernemers? En de Rabobank doet dat en geeft daarmee ook wel aan dat het niet alleen maar een bank is die geld wil nemen, maar ook wel iets terug wil doen voor de samenleving. Door ondernemers hier te bekronen voor hun inzet. Dat vind ik heel mooi. Echt iets, wat hoort bij de Rabobank. Een bank dichtbij de mensen.